De dood van de vrouw is de talk of the forest in de Scheveningse bosjes. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk dat zoiets, dat zoiets gebeurt. Ze was op de verkeerde plek op het verkeerd moment, denk ik. Maar ik geloof niet dat dit nu opeens een heel onveilig bos is of zo. Ik kan me niet voorstellen. Op een of andere manier komt het wel dichtbij, maar ik denk dat dat gebeurt. En dus ook hier. Ja, het had ook aan de andere kant gebeurd kunnen zijn. Ik moet toch mijn honden uitlaten. Ik denk dat mijn vrouw niet meer alleen gaat. Het geeft natuurlijk een onrust. Ik loop hier dagelijks met mijn hond. En ja, dan let je een beetje anders op om je omgeving, zeg maar. Volgens een paar mensen die niet voor camera wilden reageren, zou het gaan om een mevrouw die hier vaker kwam om haar verlamde hond uit te laten. Die had ze dan in een karretje bij zich en droeg ze eigenlijk van boom tot boom. Nou, de vrouw is verderop gevonden en naar verluid lag die hond naast haar. De politie bevestigt in elk geval een deel van het verhaal. Waarvan de informatie tot nu toe is dat die mevrouw daar dagelijks kwam met twee honden. Een zwarte labrador en daar was heel bijzonder aan dat hij gehandicapt was. Die liep met een looprekje en met een witte hond. En zij liep daar bijna dagelijks. Die vrouw, die heb ik hier wel eens gezien. Ja, zeker. Oh, nou ja, ik heb wel dat gezien eigenlijk. Een vrouw met een lamhond. Hoe ging ze met haar hond om? Ja, heel liefdevol. Echt heel liefdevol. Dat beestje dat was verlamd aan de achterkant, onderkant, whatever geloof ik. En ik kwam haar een aantal keren hier tegen en dan, ze liet het beestje uit. En, ja. De politie hoopt ondertussen dat mensen die zaterdagmiddag mogelijk iets gezien hebben in de Scheveningse bosjes zich melden. Wij benadrukken alle informatie is op dit moment welkom, hoe klein dit dan ook is. Mogelijk zijn er mensen die beeldmateriaal hebben gemaakt, foto's, filmpjes. En de vraag dat met ons te delen.